sowieso is het niet bepaald heel handig om een vriendje in het buitenland te hebben. Maar mocht het vriendje hem nou echt heel leuk en ben je echt heel verliefd op hem, dan heb je natuurlijk al nog Skype, Facebook, Instagram, Twitter. Zorg dat je vertelt hoe leuk Nederland is en misschien immigreert hij dan naar Nederland. En is het nou over een jaar nog steeds aan? Haal dan je ouders vooral over om weer naar die leuke camping te gaan. En willen ze dat nou niet? Bedenk dan alle voordelen van de vorige vakantie en laat zien dat deze vakantie ook weer heel leuk zal worden op dezelfde plek. Hoe praat je dan eigenlijk met je Spaanse vriendje? Dat kan toch helemaal niet? Oh jawel hoor. Hola chico, te amo. Op Tina's Snapchat konden jullie jouw tips opsturen. Dit zijn ze. Ik zou het eerst proberen voor ongeveer een maandje, maar als het niet lukt zou ik het wel uitmaken. Zelf zou ik gaan mailen, videocontact zoeken of heel lieve kaartjes sturen. Dat maakt het wat persoonlijker. Welke tip vind jij het handig? Laat het even weten in de reacties hier beneden. Vergeet ook geen duimpje omhoog te doen en wij zijn de volgende keer weer. Doei doei!